geblesseerd. Hier is de vrije trap. Kort voor rust. Kuit. Toch zijn goal. Daar is zijn 100ste doelpunt in dienst van Feyenoord. Bij de derde mogelijkheid voor Kuit in deze eerste helft is het raak. Applaus van advocaat. Zijn 85ste in de Eredivisie voor Feyenoord. Maar veel belangrijker, de openingstreffer in deze wedstrijd tegen Roda. Feyenoord is dan wel sterker, maar het is toch ook een moeizame eerste helft. Hier is de voorsprong. Rustig juichen heet dat. Maar wel degelijk de blijdschap. Gemor vanaf de tribunes hier in het stadion. Snel gegooid nu door Guillaume. Poupon met de kans. En de goal van Ngombo. Daar is hij dus al. De invaller die altijd scoort voor Roda. En het staat gelijk. Wat een verhaal. Al die uitleg van Kalasic. En Ngombo schiet hem tegen de touwen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Slim, snel gegooid. Feyenoord op het verkeerde been. En via de kluts valt hij voor de voeten van Ngombo. Dat is geen hogeschoolvoetbal. Maar soms moet je ook gewoon een beetje geluk hebben. En dat heeft Roda hier.